verklaring waarom u nog steeds na 40 jaar uit Nederland zijn nog steeds zo populair bent? Nee, eerlijk niet. Ik kan zelfs niet begrijpen, maar ik geloof dat... wat het dus mooiste is, dat wat we zien op de televisie met de dieren is echt. En ik geloof dat dat dus een groot stuk van de populariteit maakt. Want ja, iedereen wil op de televisie. Ja. Kan mij geen... niks schelen. Ja. Ja, maar dat nee. Is het. U bent echt. Dat is ja. Misschien wel het geheim. Ja, en dat is dus, geloof ik, wat het verschil maakt met anderen. Waar zij dus doen voor de televisie. De televisie volgt mij. En dus gewoon wat ik doe, is normaal. Voor mij. En nou heeft u vandaag voor het eerst sinds hoe lang in Nederland een beetje gewerkt? Want eigenlijk werkt u Amerika al heel ja, lang. Ja, we werken dus altijd. Vandaag zijn we dus hier. We zijn dus anderhalve weekje door Nederland gereisd. Met eigenlijk twee groepen filmen. De Amerikaanse kwamen met ons mee en nu de Nederlandse dus ook. En ja, het was een beetje van dit, een beetje van dat. En altijd maar heen en weer en zorgen dat alles goed komt. En is er verschil tussen de manier waarop je in Amerika werkt of de manier waarop je in Nederland werkt als dierenarts? Hier moest ik voor de camera werken. En in Amerika hoef ik niet. Wat betekent dat? Hier moest ik dus doen, oh ja, even weer teruglopen, nog eens een keer weer opnemen. Bij ons doen we dat niet. Als je de eerste keer niet goed krijgt, sorry. Heb je pech? Kwijt. Oh, maar dat moet u gewoon zeggen, sorry. Dat kun je niet doen, het zijn Nederlanders. Oh. Eigenlijk, wij zijn nepper. Ja. Wij zijn minder echt dan. Dit was voor de camera werken. Dus het was echt wel een werkvakantie.